Hij was 22 jaar jonger en ik ging met hem en dacht, oh, leuk, we gaan lekker seksen. Ja. Maar heel, al zijn vrienden en vriendinnen liepen achter hem aan. Niet doen, joh, niet doen, zij is veel te oud. In deze serie date ik met mensen die je in het dagelijks leven niet zo snel tegenkomt. Ik weet wel waar we over gaan praten, maar nog niet met wie. Liever een twintiger of dertiger? Twintiger. Een sekspartner met een jong uiterlijk of jong van geest? Jong uiterlijk. Een maagd of een ervaren sekspartner? Ervaren sekspartner. Altijd met mensen van 50 plus naar bed of nooit meer seks? Nooit meer seks. Deze week date ik met Madame Lucette. Zij is een cougar. Wauw, Madame Lucette. Hallo, goeiedag. Wat zie je er mooi uit. Oh, dankjewel. Hey, zou jij nou echt liever nooit meer seks hebben dan met iemand van je eigen leeftijd? Ja. Ik, echt? Nee, ik wil alleen maar met jongere binkies. Jonge binkies. Ja. Ja, ik vind gewoon mannen boven de 35 niet meer aantrekkelijk fysiek. De gemiddelde man, hè, die ik in mijn straatbeeld voorbij zie komen. Tenminste, ik zie ze niet eens. Oké, okay. Maar hoe oud ben jij, mag ik vragen? 52. 52, oké. Okay. Ik ben 25. Oké. Okay. Ja? Ja. Pas ik een beetje ja, in het profiel? Ja, zeker, had ik al gezien. Zeker weten. Ja. Oké, okay. Nou. Dan ja. Is dat goed. Ja. Ja. Gaan we zo even pauze houden, denk ja, ik. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat we eerst even moeten bespreken wat een cougar eigenlijk is. Ja. Ja. Kan je dat vertellen? Nou, dat is eigenlijk een vrouw, een volwassen vrouw, die eigenlijk date met een jongere man die minimaal 10 jaar jonger is. Maar vanaf wanneer val je dan in die cougar-leeftijd? Nou, ik denk toch wel vanaf 36, maar het ging zich echt... Het kwam echt naar buiten toen ik 43 was, maar toen ben ik ook gescheiden. Dus okay. Toen kwam ik als single weer op die datingmarkt. Ja. En toen ging ik echt die jonge mannen, dat werd ik gewoon heel blij van. En hoe groot moet dat leeftijdsverschil ongeveer zijn? Ja, ik vind het zelf heel fijn. Ik ben nu 52, tussen de 24, soms 23 en de 30. Oké, okay, daaronder ja. Doe je niet? Ik heb wel toevallig pas een keer, per ongeluk, was 21. Oké. Okay. Dat was even een vluggetje op het toilet ergens. Ja, dat gebeurde gewoon. Ja, kan zoals toch? Dat soms gewoon gebeurt. Ja. Ja. En waarom is 21 dan te jong? Nou, dan vaak zijn mensen toch nog echt een beetje te jong, ook van geest of qua acties. Maar dat kan ook weer verschillen. Omschrijf, wat is een beetje jouw type? Leuk in communicatie, mm-hmm. Fysiek voor mij aantrekkelijk en gewoon inspirerend, ook humoristisch. En met wie je ook een goed gesprek kan hebben. En kun je dat uiterlijk een beetje beschrijven? Ja, toch wel. Het varieert wel, maar ze hebben toch echt een beetje dat jongensachtige. Ja, ik heb ook wel gezegd, ik hou ook best wel een beetje van allerlei culturen. Zoals Arabische jongens vind ik ook leuk. Mm-hmm. Omdat ik zelf misschien wat lichter ben. Maar ik vind die donkere ogen, als je dan aankijken ja. En zo dominant kunnen zijn. Dan, ik vind het ook leuk als ik met iemand ben die echt weet wat hij wilt, zeg maar. Dat klinkt als een oude persoon. Ja, maar die zoek ik dan in een jonger personage. Waar vind je de jongens dan? Oh, ik krijg heel veel DM's per dag. Echt? Ja, overal. En ik heb natuurlijk ook wel... Ik maak ook exclusieve content. Okay. Waar mijn doelgroep zijn jongere mannen. Maar ook toch wel graag gewoon op straat. Of als ik uitga. Want ik ben toch wel eigenlijk... Vind ik het leukste om mensen spontaan te ontmoeten. Hoe gaat dat dan? Ja, dat kan al bij de supermarkt zijn. Of dat kan al zijn als bijvoorbeeld iemand staat te pinnen... en dan zeg ik, goh, wat een leuke broek. Maar ik heb ook wel gehad dat ik gewoon in de straat loop... en dat iemand er voorbij loopt en dan een dag later op Instagram zag... ik heb je gezien. Ja. Dus, en dan kom je met elkaar in de aan de praat, zeg maar. Misschien straal je het uit. Ja, ik heb wel een periode gehad dat echt allemaal jongere mannen kwamen... mag ik je 06-nummer. Ja. Ja. En hoe gaat het dan verder vanaf daar? Dan gaan we even in contact... Maar ik ben heel erg van videobellen. Okay. Dus als ik iemand denk, oh, die is wel heel leuk, dan zeg ik, laten we een videocall doen. En wat gebeurt er dan? Dan kijk ik naar hoe praat hij, wat is de energie, voel ik een aantrekking. Dat is natuurlijk ook omgekeerd, hè? Het gaat niet alleen om mij, want je hebt er twee voor nodig. Ja. Dus zo dan. En ik ben wel een doorpakketje. Hoe gaat het dan verder? Nou ja, dan als ik iemand echt leuk vind, dan denk ik, nou, dan gaan we toch afspreken. En dan boek ik een hotelletje. Ja, jij neemt ze lekker mee. Het voelt alsof jij de touwtjes in handen hebt. Soms wel. En als iemand echt goed is in seks of ik denk, die is heel zelfverzekerd, dan laat ik alles los. Deed jij dan voornamelijk met de jongens of heb je ook relaties met de jongens? Ik heb relaties gehad, twee jongere mannen. Oké, okay. Ja. En hoe oud waren die?
De ene was 14 jaar jonger, daar was ik 3,5 jaar mee. En de ander was 20 jaar jonger, daar was ik 1 jaar mee. 20 jaar jonger? Ja. Ja. En hoe oud was je toen? Toen was ik 48. En hij was 28. Zijn moeder was 2 jaar ouder als mij. Oh. En ik was gewoon ook vriendinnen met haar geworden. Echt? Ja. Wat vond zij daarvan? Zij accepteerde dat heel goed. Ik was ook hun huisvriendin. Wat is nou de reden dat jij je zo aangetrokken voelt tot jonge mensen? De manier van denken. Dus ik hou ook van het speelse. Sowieso het fysieke, het nog dat jonger uitzien. Ja. En het is gewoon, ja, vooral die beweging, dat speelse. Wat is een voorbeeld van dat speelse? Lekker muziek draaien, allerlei soorten muziek. Gewoon gekke dingen uithalen, onverwachts ergens seks hebben. Ik denk een volwassen man van 50, die vindt het soms wel ingewikkeld, dat soort dingen. Wat denk je dat zij zo aantrekkelijk vinden in jou? Geen relatiemateriaal. Dat vinden ze fijn. Ja. Ik denk toch de fantasie om het met een rijpere vrouw te doen, qua ervaring. Ik denk minder blokkades heeft een volwassen vrouw. Want ze heeft natuurlijk al, ze weet heel goed wat ze wil, dus ze kan ook de leiding nemen. En ik denk toch, ja, ik heb altijd jongens gehad die zeggen tot de dag van nu ook nog wel eens van, joh, ik heb heel veel aan jou gehad. Sommigen kwamen dan wel meer bij mij en zeiden, ik heb ook heel veel van jou geleerd. Niet alleen qua seksualiteit, maar ook qua hoe ik naar het leven kijk. Want het is niet alleen maar seks. Het is ook gezelligheid, ook kijken van hoe denk je over het leven. Dus het is meer dan alleen maar seks, denk ik. Wat vind je dan minder fijn aan mannen daten van jouw leeftijd? Ongeïnteresseerd, vaak al dik, dikke buik. Misschien geen uithoudingsvermogen. De manier van communicatie op gebied van seksualiteit. Een beetje onhandig. En niet iedereen, hè? Dus ik wil niet, maar dat is tot nu toe wat ik heb gezien en dat wat mij gewoon niet opwindt. Ja, zijn die oudere mannen niet juist veel beter in seks? Nou, tot nu toe, nee, ik heb dat nog niet ervaren. Ik heb echt af en toe, ik heb gewoon wel echt mannen tussen, die, bijvoorbeeld ik heb één vriend, die is 28, daar heb ik af en toe dan seks mee. Ja, dat is heerlijk. Die gaat maar door, 2,5 uur, heerlijk. En op wat voor plekken gebeurt het allemaal? Dus je zegt een suite of een hotel? Nou, een suite, maar ik hou ook echt van buiten. Dus in de zomer ga ik naar het bos en naar de duinen. En ik heb het vorig jaar in dat rad van Scheveningen. Elke keer als we boven waren, ging ik hem pijpen. Dan moesten we wachten en dan ging ik hem weer pijpen. En dan gingen we weer verder. Het klinkt als een lekker uitje. Een tijdje geleden heb ik het ook in een taxi gedaan. Oh. Want toen stapte ik in bij de taxichauffeur, die was ook jong. En toen dacht ik, ga nu even een leuke energie opzetten als cougar. Ja. Dat zei ik, gezellig. En toen hebben we het op de achterbank gedaan. Jij vond ik ook heel spannend. Dat vond ik heel spannend. Ja. Weet je nog het moment dat je besefte dat je een cougar was? Ja. Ja? Ja. Wanneer was dat? Nou ja, voor de echte besef kwam toen ik echt op dat Tinder kwam, toen ik 43 was en alleen maar naar jongere mannen zat te kijken. En ik voelde in mijn lichaam hoe blij ik ervan werd. Ja. En hoe leuk dat ik het vond. En ja, ik weet niet, gewoon het contact ook. Ik dacht, dit ga ik nooit meer veranderen. Nee. Ik dacht, dit vind ik zo leuk. En nu heb ik nog, ik heb steeds meer zin erin. Ik denk, oh leuk. Sommige mensen zeggen ook wel eens van, goh, nou hè, wat heb jij bereikt of zo. Hè? Maar ik krijg steeds meer ook opmerkingen van vrouwen van mijn leeftijd. Pas ook op TikTok zei iemand, goh Lisette, ik heb nu ook een roze bril op. Want ik heb ook gedate met een jongere man. Dus ik wil mensen niet indoctrineren, maar wel inspireren hoe leuk het is. Weet je nog je eerste seksuele contact met een jonge jongen? Ik weet nog wel dat ik toen in een club was en toen had ik een DJ en die was denk ik ook 22 jaar jonger. Hoe oud was jij? Oh, 22 jaar jonger. Hij was 22 jaar jonger en ik ging met hem en dacht, oh, leuk, we gaan lekker seksen. Ja. Maar al zijn vrienden en vriendinnen liepen achter hem aan. Niet doen joh, niet doen, zij is veel te oud. En wij hadden zo'n chemie, dus dat hebben we wel gedaan. Maar moest je niet een klein drempeltje over nee. om dit voor te doen? Nee, als ik geil ben, vergeet ik alles. Maakt het niet uit? Nee, dan wil ik dat. Dan denk ik gewoon van, dan ben ik niet bezig van, wat gebeurt er? Hij is jonger, ik vergeet dat. Ja. Daar ben ik helemaal niet mee bezig. En hoe voelde het dan om voor het eerst
met iemand te daten die zo jong was? Ja, gewoon lekker thuiskomen. Ik kan me ook niet voorstellen om het met een man van mijn leeftijd te doen. Dus als ik gewoon op straat loop, ik kijk alleen maar naar jongere mannen. Ik zie nooit een man van mijn leeftijd. Ja, misschien als iemand gedag zegt of zo, dan denk ik gewoon, oh, vriendelijke meneer. Maar ik associeer het niet met seks. Dus mijn fysieke lichaam reageert niet. Zijn er dingen waar je wel eens tegenaan loopt als je cougar bent? Wat ik wel heb gemerkt, dat ik wil geen moeder zijn. In de vorm van, ik ga jou helpen met problematiek of ik ga jou ergens echt in begeleiden. Dat wil dus, je niet? Nee, daar heb ik geen zin. Is dat niet ook een beetje het geile eraan, zeg maar? Je hebt dus wel mannen die fantasie hebben. En hoe pik je die eruit dan? Dat merk ik dan toch aan de manier hoe ze praten. En als ik dan een videocall heb, dan zie ik dat direct. Ik vind het toch wel leuk als ik gewoon met een Wat zie je dan? Ja, dan ze gaan ze al u zeggen. Oh, ja. Nou, dan weet je al hoe laat het is natuurlijk. En dan zeggen ze al gelijk, mommy, mag ik mommy zeggen? En denk, nou, dat weet je, dat hoeft niet altijd. Maar wil je dus dan ook niet als een oudere vrouw behandeld worden? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik hoef ook niet als een jonge vrouw, want dat ben ik niet. Maar ik hoef niet als een soort... heel soms speel ik wel eens, als ik het leuk vind, zelf een docent of iets. Maar dat doe ik meer op het gebied van een rollenspel. Maar als ik echt met iemand 24 uur in een leuke hotelkamer ben, vind ik het leuker om gewoon toch een soort gelijkwaardig stuk te hebben. Maar dan wel zit er natuurlijk uiteraard leeftijdsverschil, maar niet vanuit een moederstuk. Voel je dan eigenlijk ook een soort verantwoordelijkheid naar de jongens als er zoveel leeftijdsverschil is? Ik denk het wel. Ja, ja, bewust of onbewust wel. Hè? We hadden het net over mommy issue, maar ik denk wel dat ik soms wel gewoon iets teruggeef. Gewoon omdat je toch iets meer levenservaring hebt, zeg maar. Ja. En natuurlijk leer ik ook weer omgekeerd, want hun weten soms weer dingen die ik niet weet. Maar in bepaalde gebieden denk ik wel, ja. Ja. En wat voor dingen geven ze dan mee? Ik voornamelijk vaak over op communicatiegebied. Dus als ze soms iets zeggen of vragen, dan geef ik het wel eens terug. Of dan zeg ik, ja, dit is echt waar ik een vrouw bijvoorbeeld niet echt opgewonden van raakt. Of, ja, zeg je dat dan? Ja, natuurlijk. En ja. Wat doen ze dan? Nou ja, soms zeggen ze dan ook vaak van ja. Of soms zeggen ze bijvoorbeeld, dan ken ik ze niet, dan zeggen ze, ja, ik wil je lekker kapot neuken. Dan maak ik een grapje, zeg ik, zet je me dan ook weer in elkaar. Maar ik bedoel, dan zeg ik, en probeer het nu eens anders te doen, dan komt er soms iets heel moois uit. Maar vind je die onervarenheid van de jongens dan niet vervelend? Soms wel, maar ik heb liever dus een jonge man die echt... Maar ik zeg ook altijd, als het eerste rondje je heel snel komt, dan doen we er nog vier. Ja. Maakt niet uit. Ja. En dan worden ze ook wat relaxter. En denken ze, oh, we hebben nog de tijd met die mevrouw. Ja, vijf keer. Houden ze dat vol vijf keer? Ja. Met jou wel? Ja, maar we hebben ook pauze. Oh ja. En hoe hou je dat zelf dan eigenlijk vol? Ik heb een goede conditie, ik heb een personal trainer. Ja. En ik ben gewoon heel bewegelijk en ik heb gewoon heel veel energie. Wat is nou de meest voorkomende fout die jongens bij je maken? Het is allemaal hetzelfde tegenwoordig. Hey, tijger, ik wil je hard neuken, ik wil je kapot neuken. Maar dat is iets wat ze horen. Dat zijn ze niet. Dus op het moment dat je dan echt even in gesprek gaat, en dan krijg je weer een hele andere communicatie. Ja. Want hun denken van zo hoort het. Dus je geeft ze eigenlijk de ruimte om op een andere manier te gaan communiceren. En ik denk dat dat wel het stukje is wat je dan eigenlijk doet vanuit een stukje leeftijdervaring. Ja, maar ben je dan niet bang om ouder te worden? Nee. Oh. Nee, ik denk gewoon, je energie en wie je bent, dat blijft. En ik denk dat mensen daarom ook graag met je kunnen zijn. Want soms heb ik ook wel eens, als ik dan seks heb, en als je seks hebt, kan je veranderen, hè? Dan kan je weer verjongen, of omdat je in een andere energie komt. En dan heb ik wel eens met een jongere man die zegt, ja, het is eigenlijk heel grappig, want ik ervaar nu helemaal niet het leeftijdsverschil. Nee. Omdat je zit in zo'n andere energie. Ik denk gewoon eigenlijk, dat ik voel niet veel. Maar ben je dan niet bang dat jongens op een gegeven moment zich niet meer aangetrokken voelen? Nee. Tot je... Nee, 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 nee. Ik denk dat ik heel... Hoe ben je daar zo zeker in? Ja, dat voel ik gewoon, maar ik ben niet onzeker. En ik denk dat... onzekerheid vind ik zo zonde van dit magische leven. En tuurlijk zie ik ook dat ik ouder word, hè? Dus ik ga hier niet heel stoer zitten doen. Maar ik vind mijn leven te leuk om me daardoor te laten leiden. Dus, en als ik een jongere man zie en ik word enthousiast, dan vergeet ik alles. Dan vergeet ik van, oh, wat vindt hij mee? En als hij gewoon zegt, joh, ik heb geen interesse, dan is het toch prima. Dan zijn er wel weer andere mannen. Ja.
Maar soms is het zo dat ik niet echt door heb. Ook als ik wel eens met een jongen in een hotel ben, dan staan we natuurlijk samen in de badkamer. En denk ik wel, als ik in de spiegel kijk, in ene van, oh, ik zie er wel iets ouder uit. Dat is ook logisch. Maar dat is niet iets waar ik me onzeker over voel, want dat is gewoon hoe het is. En natuurlijk is het ouder worden ook wel soms confronterend, maar het is ook iets wat er gewoon bij hoort. En ik zeg ook wel eens, ik denk dat het seksuele contact, maar ook het contact met jongeren, mij ook wel geestelijk jong houdt. Ja, maar en heb je dan niet van dat jij ouder wordt en jouw voorkeur blijft dan jonger? Ja, het groeit nog niet echt mee. De belangstelling wordt eigenlijk alleen maar groter. Ik heb nu Van welke kant? Nou, ook van die jongere mannen. Ik krijg zoveel DM en dat soort dingen. Dus ik merk dat. Is dat zo? Ja, heel erg. Hoe ouder je wordt? Nou, tot nu toe wel. Dus ja, ik weet niet hoe het over 4, 5 jaar. We moeten misschien nog een keer wat opnemen. Ja, maar ik weet dus niet natuurlijk in de toekomst hoe dat wordt. Maar ik sta er gewoon wel heel positief in. Ja, wat vind je eigenlijk van dat een oudere vrouw die met een jong iemand gaat een naam heeft, cougar? En eigenlijk dat een oudere man met een jonge meid dat niet heeft. Ja, dat is natuurlijk al veel langer geaccepteerd. En nu vrouwen steeds meer onafhankelijker worden en echt weten wat ze willen, mag dit gelijkwaardig ook zo geaccepteerd worden. Ja, misschien zou er ook een term voor een man moeten komen. Ja, dat weet ik niet. Of we moeten al die termen vergeten en gewoon lekker leven. Ja. Heb je dan wel eens last van het stigma dat ligt op cougarschap? Nou, ik heb er zelf persoonlijk geen last van, omdat ik dat helemaal accepteer. Ik heb wel situaties meegemaakt dat ik bijvoorbeeld een keer met de vriend die 14 jaar jonger was, maar die zag er nog jonger uit, bij de supermarkt stond. Hoe oud was hij? Hij was 14 jaar jonger. Oh, 14 jaar? Nee, 14 jaar jonger, maar hij zag er nog jonger uit dan 14 jaar jonger. Okay. En dat iemand zei van, ben je met je moeder? En toen zagen ze van, dat is niet zijn moeder. En toen gingen ze heel hard roepen, oh nee hoor, maar jij ziet er ook jong uit. En nou, het werd een heel spul in die supermarkt. En ik moest lachen. Ik denk, okay. En sorry. Dus die mensen waren echt geschrokken. Maar de andere keer zeiden ze weer van, oh, is dat je broer? Jullie schelen maar 5 jaar. Dus iedereen kijkt echt met een andere pet op naar een situatie. Maar er is wel eens gezegd, is dat je zoon of is dat dit? Ja, dat gebeurt. En dat vind je nooit vervelend? Nee. Kijk, ik merk wel dat niet elke jongen date met mij op straat wil lopen. Mm-hmm. Want ik heb ook wel eens gehad dat we een keer iemand zijn tante tegenkwamen. Dat was confronterend en voor wat diegene. Zeg je dan? Ja, een beetje stotteren. Dus ik merk wel dat een jongere man met mij wel in de slaapkamer geassocieerd wil worden. Maar niet altijd buiten. Nee. En dat snap ik. Dus daar heb ik ook gewoon, ja, dat begrijp ik. En sommigen willen wel eens met mij buiten. Die willen zelfs hand in hand lopen. En dan denk ik, oh, dat vind ik wel leuk. Ja. En dan maak ik gelijk een filmpje. Want dat vind ik ook leuk. Hoe reageert je omgeving hierop? Ja, goed. Mijn vrienden, die volgen mij. En die zien dat het mij blij maakt. En ja, voor de rest, de mensen die ik niet ken, daar ben ik nooit zo mee bezig. Nee. Ik begin er steeds meer achter te komen in het leven. Als je jezelf accepteert, is er ook veel acceptatie van je omgeving. Ja. Want het is eigenlijk een weerspiegeling. Ik accepteer gewoon dat ik van jongere mannen hou. En dat ik een leven leid die bij mij past. En ik accepteer ook een ander die een leven leidt wat bij hun past. En daarom vind ik het ook leuk om nu mee te werken aan dit item. Ja. Omdat het gewoon, voor mij is er geen taboe. En begin eerst van jezelf te houden. En van daaruit ga je ook kijken wie er leuk is op jouw pad. Ja. Moet je knap zijn om een cougar te zijn? Nee. Zijn er andere vereisten waar je aan moet voldoen? Een hele leuke, positieve energie hebben. Zin in het leven. Levensvreugde. We hebben heel veel berichten gekregen in onze inbox of ze wel eens met jou op afspraak mogen. Wat zeg je daarover? Ik zou zeggen, stuur me een berichtje en we go with the flow. Durf te vragen, hè? Ik hou van communicatie. Oké, dat was hem. Ja. Wat is nou jouw favoriete Disney-film? Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen, is dat van Disney? Ja, ja. Dat is hem zeker weten. Ja. Ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Vergeet niet te liken en te subscriben en laat weten in de comments wie jij hier zou willen zien zitten.